Wel schudt daar. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 15. Dat is van maandag 6 april tot en met zondag 12 april. Dan zal de kaartenschutter bekijken wat deze week voor de boogschutter gaat brengen. Dan lijkt de boogschutter alsof er eigenlijk een stukje is waar je wat over twijfelt. De ene keer voelt het echt als een ja en dan voelt het weer als een nee. Dus je bent een klein beetje wispelturig in je eigen gevoel. Sowieso vind je het gewoon super gezellig. Het lijkt echt alsof je een bepaalde gezelligheid opzoekt. Maar ik heb het gevoel dat het eigenlijk niet meer is dan dat. Dus je vindt iets heel erg leuk. Je doet er naar mijn gevoel ook eigenlijk wel wat moeite voor om het goed te krijgen of om ergens in te stappen. Maar het is uiteindelijk niet het eindelijke doel wat je wil hebben. Het is vooral voor het plezier. Het is vooral voor tijdelijk en het is vooral voor de gezelligheid. Het is een tijdelijke overwinning die je op dit moment aan het maken bent. En je vindt het eigenlijk prima. Ik zou wel zeggen van hè, wees er eerlijk en open over. Zeker naar de mensen in je omgeving. Of het nu iets zakelijk of iets privé is. Het is echt zaak om hierin open en eerlijk te blijven. En natuurlijk moet je lekker genieten en je mag lekker alles doen wat jou vrolijk maakt. Maar kijk er wel bij wat andere mensen daar misschien ook van vinden. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.